Dank u wel, meneer de Zigeuner. Ja, dank u wel, meneer. Ik heb honger. Ja, ik ben ook zo hongerig. Ik geloof dat we allemaal honger krijgen. Niet, niet, Hongarije, dit is de grens van Rusia. Nee, nee, nee. Ik bedoel, we beginnen honger te krijgen. Ik heb best trek in Chinees. Ja, ik ook. Ja, lekker sambal bij. Zalig. Lekker. Chinees? Chinees wonen voorbij Russisch grens. Daar. Waar? Daar. Ik bedoel, ja, moet je een ritje maken met Siberië Express. Ik help met jullie bed. Ik vertiel kapotte bed uit mijn kar op de rails van Russische trein. Slepen dat bed naar Chinese eethuis. Ja, ja, lekker. Ja, lekker van eten. Ja, dag meneer Zigeuner. Dag. Met z'n allen van de dan was door Rusland met de trein. Langzaam aan, maar nu iets sneller. Steeds maar sneller gaat de trein. Van je ene, van je tweeën, van je drieën, van je hoi. Van je ene, van je tweeën, van je drieën, van je hoi. Van je ene, van je tweeën, van je drieën, van je hoi. Van je ene, van je tweeën, van je drieën, van je hoi. Van je ene, van je tweeën, van je drieën, van je hoi. Van je ene, van je tweeën, van je drieën, van je hoi. Helemaal bent van hier voor het muurtje staan, hè? Ja, ga je maar even een kantje. Het lukt niet. Het is veel te hoog. Ik loop wel even om. Maar het hemelbed is toch gemaakt? Nou, dan zweven toch? He? Dan parkeren we gewoon het hemelbed voor de deur van het Chinese eethuis. Ja. Want ik heb met een honger.